Ik kan me goed voorstellen. Ja, als je ouder bent van een jong kind wat iedere zaterdag gaat sporten en je ziet Zembla. Dan denk je toch, ja, zaterdagochtend ga ik ook weer met mijn kleine ventje of mijn kleine dametje naar het sportveld. Dus ik kan me heel goed indenken dat mensen daar heel ongerust over zijn. Ik heb zelf ook contact opgenomen met onze experts, want ik ben natuurlijk op dit terrein geen expert. Onze experts zitten bij het RIVM. En ik heb hen gevraagd, vertel mij nou eens, wat moet ik adviseren aan deze ouders? Ja, toen hebben zij gezegd, kijk, er is een jaar of 9 een onderzoek gedaan in opdracht van de KNVB. Dat heeft de RIVM niet zelf gedaan, maar die heeft dat wel begeleid. En die heeft uiteindelijk gezegd, op basis van de resultaten, zien wij geen aanwijzingen waardoor wij denken dat het gezondheidsschade oplevert. En derhalve adviseren wij geen vervolgonderzoek, maar wat we wel adviseren is de ontwikkeling in de gaten te houden. Dat hebben we gedaan. Naar aanleiding van de ontwikkelingen hebben wij onderzoek uitgezet bij de Europese organisatie. Ik zit even te denken hoe die heet. Dat is de ECHA. Ik weet steeds de naam. ECHA. Dat onderzoek komt in februari uit. Dus dat onderzoek loopt. Ik vind wel, als ik dit nu zo zie en ik zie ook de signalen die in Zembla door wetenschappers zijn geuit, denk ik, ja, een overheid heeft ook een soort voorzorgsrol. Dus ik heb uit voorzorg gevraagd aan het RIVM en ook aan bureau, dat is een onderdeel van de NVWA, om voor mij snel onderzoek uit te zetten, waarbij ik daadwerkelijk wil dat zij metingen nemen van velden in Nederland, 50 tot 100 velden, dat ook in een laboratorium onderzoeken, waarbij ik wil dat zij de mensen die in het programma waren van Zembla ook vragen van op basis waarvan doet u uw uitspraak en kunt u ons bijlichten en de signalen geven die u daar heeft gedaan.